Goedemorgen, groep 4. Ik ga vandaag met jullie naar de rekenles kijken. Blok 3, week 1, les 3. Wat gaan we vandaag leren? Je leert het euroteken en we leren rekenen met 20, 50 en 100 euro. Wat heb je bij deze les nodig? Je rekenboek, je rekenschrift, het rode rekenwerkboek, je potlood en je gum. En je kunt altijd tussendoor even het filmpje op pauze zetten om je spullen te pakken. Ik ga een bedrag maken. Ik ga 85 euro maken. Hoe kan ik dat doen met zo weinig mogelijk briefjes? Een briefje van 50. Een briefje van 20. Een briefje van 10. 50 plus 20 is 80, 70. Erbij 10 is 80. En dan nog 5 erbij is 85. Je start altijd met het hoogste bedrag. Nou ga ik een andere doen. Hoe maak ik 66 euro? Dat doe ik door een briefje van 50 te pakken. Een briefje van 10. Een briefje van 5. En een muntje van 1. Je start altijd met het briefgeld. En het muntgeld doe je als laatste. Ga ik met jullie naar som 3 kijken. Hoe betaal je het? Ik ga een kledingstuk kopen. En als je bij de plaatjes kijkt, zie je dat de jas bij A 69 euro kost. Voor de 69 staat het euroteken. 69 euro. Hoe kan ik dat betalen met zo weinig mogelijk geld? Een briefje van 50. Een briefje van 10, dit is samen 60. Nog 5 erbij is 65. Nog 2 erbij is 67. Nog 2 erbij is 69. Vind je dat lastig om uit je hoofd te doen, dan pak je je kralensnoer als je dat thuis hebt. En dan ga je steeds het getal erbij schuiven. In je schrift moet je het dadelijk als volgt opschrijven. Voor de kantlijn komt het lettertje waar je mee bezig bent. Kledingstuk A. Daarnaast, na de kantlijn, schrijf je 69 euro. Een euroteken en dan 69. En dan een is-teken en dan hoe je het maakt. En je gaat het tekenen met briefjes en met muntjes. Je begint met het hoogste en eindigt met het laagste. Nou, de das bij B kost 6 euro. Hoe kan ik dat maken? Dat kan ik maken door een briefje van 5 en een muntje van 1. Ook nu schrijf ik de B weer voor de kantlijn, dan 6 euro. En dan, hoe maak ik het? Je tekent een briefje van 5 en je tekent een muntje van 1. Als je opdracht 3 af hebt, ga je naar opdracht 4 en 5 en daarvoor heb je je rode rekenwerkboek nodig. Je kunt het altijd even op pauze zetten als je je rode rekenwerkboek moet pakken. Opdracht 4. Hoe betaal je? Hoe kan ik 15 euro betalen met zo weinig mogelijk briefjes en muntjes? Nou, 15 euro betaal ik door 1 briefje van 10, dus hier hoef ik maar 1 in te vullen, en 1 briefje van 5. Dus je kijkt, hierboven zie je de bedragen staan, of de muntjes en de briefjes. En hier aan de zijkant zie je het bedrag staan wat je moet maken. Dus als ik 15 euro maak, heb ik 1 briefje van 10 nodig en 1 briefje van 5. Als ik 46 euro moet maken, dan gebruik ik 2 briefjes van 20, want 20 plus 20 is 40. Ik gebruik een briefje van 5. 40 plus 5 is 45. En ik gebruik 1 muntje van 1. Zal ik er nog eentje voor doen?
Hoe maak ik 58 euro? 58 euro maak ik door één briefje van 50. Dus hier vul ik 1 in. In de rij bij de 58. En dan heb ik één briefje van 5 nodig. Want 50 plus 5 is 55. Nu moet ik nog 3 euro maken. Dat maak ik door één muntje van 2 en één muntje van 1. De andere gaan jullie even zelf proberen. En vind je het lastig, gebruik dan je kralensnoer hoe je het kan maken. Maar gebruik de briefjes hierboven. Of misschien heb je speelgoedgeld thuis waar je het ook mee kan doen. Dan gaan we naar oefening 5. Hoeveel krijg je terug? Teken het geld. Je geeft 70 euro aan de kassa en je koopt een jas voor 68 euro. Dus ik heb nu eigenlijk te veel geld betaald, want ik moest 68 euro betalen en ik geef 70 euro. Hoeveel krijg ik dan terug? Nou, dan zou je met geld kunnen gaan doen. Je kunt het ook op je kralensnoer doen. Zet 70 op je kralensnoer. Of 68 en kijk hoeveel ik nog nodig heb om bij 70 te komen. Je kunt ook in je hoofd een sommetje maken. 70 eraf 68. En dan heb ik 2 euro die ik terugkrijg. Of je kijkt hoeveel hoort er bij de 68 nog bij om bij de 70 te komen. Is deze opdracht te lastig? Dan mag je die laten zitten en dan gaan we die in de klas samen doen als de lockdown weer voorbij is. Maar je mag hem proberen. Dat vinden we hartstikke fijn. Je geeft dus bij de tweede 40 euro. En je moet betalen 32. Dus je houdt geld over. Hoeveel geld hou ik dan over? Nou, dan hou ik over één briefje van 5. Een muntje van 2 en een muntje van 1. Want ik hou 8 euro over, want 32 plus 8 is 40. Als je som 3, 4 en 5 af hebt, mag je naar som 1. Want die gaan we ook nog maken vandaag. Dus som 1 moet je ook nog maken. Som 1. Hier zie je allemaal kledingstukken en schoenen. Bij A koop ik de muts voor 8 euro en de handschoenen voor 4 euro. Schrijf ik als volgt op in je schrift. A, 8 plus 4 is... Nou, hoeveel is 8 er bij 4? Ik doe eerst 8 er bij 2. Dat is 10. En dan doe ik er nog 2 bij. Dat is 12. Dus dan schrijf ik hier op 12. Dan ga je B uitrekenen. 8 bij 6. Bij C reken je uit 75 plus 10. En bij D reken ik uit 49 plus 10. Wat ga je vandaag maken? Som 3, som 4, som 5. Probeer deze te maken. Kijk of het lukt. En som 1. Som 3, 4 en 1 moeten. Som 5 ga je proberen. Ik wens jullie veel succes. Je kunt het filmpje altijd nog terugkijken.